Zullen we nog één keer vertellen wie we hebben? Zeg maar. Dan pakken we het over van... Ja. Nee, maar dan kunnen we het snijden. Ja. Ja, nou, maar als jij het dan nog een keer zegt, dan kun je het toch snijden? Anders kunnen we het toch niet snijden. Met de energie? Ja. Oh. Ja, mag ik een keer een applaus voor Milan van Dongen en Jeroen Stekelenburg. En om jullie een beetje te introduceren bij mensen die jullie nog niet kennen. Jullie zijn altijd... ik wilde sportverslag even zeggen. We zijn vooral broers. Ja, ook. We zijn broers. Ook. Dan moeten we ook nog allemaal uitleggen. Klap je de clue. Oh, maar, sorry. Ik was vorige week de Super Bowl kijken met Jeroen Elshoff. Oh ja, oh, toen... Jezus, ga je nu al beginnen? Ja. Die appte mij, ik ben over je leeg gelopen. Ja. Succes bij de roast. Nou, hij was al heel erg dat hij zei, je moet het goed zeggen wat ze zijn. Ja. Want ik zei eerst sportcommentatoren en dat vond Jeroen niet oké. Okay. Nee, dan beledigen we zijn stijl, zijn beroep. Ja. Het was vooral dat je hem beledigde blijkbaar. Ja, ja, maar is er zo'n specifieke afbaken? Bij hem wel. Ja, alleen bij hem. Maar wacht, hoe moeten we jullie dan aankondigen? Sportjournalisten? Maar sportcommentatoren is prima, joh. Sportverslaggevers mag ook. Met je en wel. Broers. Ja, dat vooral. Ja. Ja. Laten we daar dan mee beginnen. Het zijn broers, dames en heren. Ja, huh? Hoe kan dat nou? en jullie komen uit een familie van sportverslaggeving. En sporters. En sporters. Ja. Toch? Zeker. Ja. Ja. Oh ja, dat zijn deel van de familie. Ja, ja, het is allemaal vrij gecompliceerd. Wij waren talentloos. Nee, ja. Dat klopt. Het zijn halfbroers. Zeggen. En we hebben ook nog eens dezelfde vader om het nog ingewikkelder te maken. Ja, want jij hebt een andere achternaam. Ja, dat maakt ons familie, toch? Dat, ja, nee, maar... maar dat maakt ons broers. Steef, wij kunnen het voor onszelf gaan doen. Maar meestal heb je dan dezelfde achternaam natuurlijk. Ja, ja, nee, dat ja. Maar je komt uit een familie van een sportverslaggeving. Is er een wedstrijd, een eerste wedstrijd, Jeroen, dat je herinnert dat je bent meegenomen en dat je die magie voelde van een sportwedstrijd? Nou, ik kan me niet de eerste herinneren, want dat was toen was ik echt heel klein. Maar ik kan wel een hele serie opnoemen van bizarre hoogtepunten waar ik bij ben geweest. Ja. Oh, vet. Ik kan me ook heel veel wedstrijden herinneren dat ik, het was vaak volleybal, want mijn vader die was volleybalcommentator. En meestal hoopte ik dat de ploeg die de eerste set won, ook de partij won, want dan duurde het lekker kort. Dus heel vaak vond ik er ook helemaal niks aan. Nee, ik was bij de Olympische Spelen in 92, dus daar was volleybal wel. En toen ben ik trouwens ook in Camp Nou geweest, dat was ook wel geweldig bij de finale. Ja, dat was in Barcelona, toch? Olympische, ja. Ja, met het liedje van Freddie Mercury. Ja, dat klopt. Barcelona. Ja, hij leeft al niet meer. Barcelona. Toch dat ja. Ja. En wat is jouw eerste herinnering aan een sportwedstrijd die je hebt bezocht? Ja, dat was ook volleybal. Dat was, ja, ik weet nog, dat was de maand voor de Olympische finale die mijn vader becommentarieerde. En dat was in Ahoy. En ik weet nog dat het echt heel spannend was. En ik was best wel moe. En ik wilde ook, wat Jeroen vertelde, herken ik heel erg. Dat je op een gegeven moment echt ik was 7, denk ik. Ja, 7. Ik wilde naar huis. Maar het was best wel spannend. En iedereen was aan het juichen. En mijn vader werd heel boos op de einddirecteur dat ze niet langer door mochten. Of dat ze een samenvatting van een of andere saaie wedstrijd aan het uitzenden waren. Heel, ja, hij wilde live. Niet helemaal waar. De tourstart was bezig. Live in Den Bosch, maar... Oh, oké. Okay. Nou ja, dat dus. Daar was hij boos over. En ik weet nog dat hij daar zo boos was. Ik dacht, dit zal best wel belangrijk zijn. En toen keek ik een beetje omheen. Toen was iedereen aan het juichen. En toen wonnen ze van Italië. En dat was de eerste keer dat ze Italië echt versloegen om een maand later of twee of zo echt te verslaan. Dus dat is mijn eerste herinnering dat ik erbij was. Oké. Okay. Ja. En voor jou, Ryan? Mijn eerste... Heb jij een sportwedstrijd die ooit een keer bijgebleven is? Ja, ja, veel. Maar je bedoelde dat ik echt jong was? Ja. Was het eerste sportevenement? Ik denk dat Nederland Europees kampioen werd. Maar ik kan me dus niet die wedstrijd herinneren, maar wel het feest dat daarna was. Ja, ja, want we zijn naar die grachten gegaan waar ze dan langskwamen. Ja. Dat weet ik nog een beetje. Je stond op een woonboot. Sorry? Je stond op een woonboot. Maar ik was heel licht toen. Ja. Dus ik heb geen schade aangericht. Goed zo. Ja. We hebben afgelopen twee keer sporters geïnterviewd. En eigenlijk de eerste keer hadden we Glenn Helder. En die lult gewoon. Weet je, die gaat gewoon. En veel moeten knippen. Veel moeten knippen. Ja. Want hij deelt veel. Ja. Maar hij deelt vooral veel van na het voetballen. Ja, ja, mm-hmm. Ja, elke keer referentie aan schokken en dat feest erbij. Maar toen hadden we vorige week Teun de Nooijer. Ja. Ik weet niet hoe het voor jou is, maar ik merkte gewoon soms hoe moeilijk het is om bij een sporter gewoon die informatie los te krijgen. Want als ze dan eenmaal gaan, ze geven je helemaal geen ruimte. Ja, want de meeste voetballers die jullie spreken,
Tenminste, als het op beeld is. Die hebben gewoon mediatraining gehad, toch? Nou, ik denk dat ik wel ongeveer aanvoel waar dit heen gaat. Namelijk dat voetballers altijd maar in clichés praten en niet zoveel te melden. Nou, hoe jullie daarmee omgaan eigenlijk? Nou ja, maar ik denk wel dat er een heel groot verschil is tussen voetballers of sporters tijdens hun carrière en daarna. Want daarna blijken ze opeens best wel goed te kunnen praten, inderdaad. Ja. Maar ik ben ook niet zo, weet je, het is ook wel een beetje een stempel dat ze met z'n allen collectief op hun voorhoofd hebben gekregen. Voetballers kunnen niet praten. Ik ben het er eigenlijk helemaal niet zo mee eens, want er zijn er een heleboel die wel prima zijn en leuk zijn. En denk aan Wesley Sneijder, Raad van der Vaart, wat langer geleden. Maar ook in dit Nederlands elftal zitten best wel jongens die best een goed verhaal hebben. Dus ja, ze zijn er. Net als in de gewone maatschappij er natuurlijk heleboel mensen zijn die niet zo houden van heel erg praten. Als jij je gemiddelde schoolklas neemt, dan waren er ook 10 die leuk konden praten, 10 die medium waren en 10... Alleen zij worden allemaal voor de camera neergezet, al die voetballers. Degene uit Born heeft misschien een heel goed verhaal. Het Midwoud wat minder en boven Karspel. Nee, maar wel fantastisch, denk ik. Toch? Nee, maar bij Teun en Nooyen had ik het gevoel... Dan zat hij in zijn antwoord en je kwam er niet meer tussen, man. Het was echt... Hij draaide hem af en dan Maar vroeg je naar een standaard iets uit zijn carrière? Dus zijn hoogtepunt of zo? Want dan is het natuurlijk een riedeltje dat hij afdraait. Dat hij al 733 keer vertelt. Deed ik dat, Ryan? Nee. Het ging, hij had zijn vrouw leren kennen tijdens de Olympische Spelen. Oh ja. Maar daar wilde hij daar niet te veel over uitweiden. Dus hij gooide een beetje de deur op slot. Nou, dat was zo gaaf. Dus Teun, als je luisterde, vond het hartstikke leuk. Nee, was wel leuk. Nee, maar weet je wat er vooraf? Maar je hebt Van Gaal vaak gesproken. Ja, nee, ja. Ik zou bijna zeggen vaker dan mijn lief is. Ja, echt waar? Want nou, hoe is dat met hem? Want ik heb altijd het idee, ik vind Van Gaal fantastisch, hè? Hij is echt een held. Maar ik heb wel het idee dat hij journalisten ziet als de boze buitenwereld of zo. Dat idee heb ik ook. Ja. maar hoe ga je daarmee om dan? Ja, ik wist natuurlijk toen hij ongeveer in augustus, denk ik, augustus 2022 aangesteld werd, dat hij anderhalf jaar bondscoach ging zijn van het Nederlands elftal. Dat ik hem dus heel vaak zou moeten gaan interviewen. Ja, en om dat nou te zeggen dat het iets is waar je enorm naar uitkijkt. Ja, aan de ene kant wel, want het is inderdaad een hele interessante man. Ik vind hem ook geweldig als coach en wat hij gedaan heeft allemaal en betekend heeft. Ja. Alleen, dat worden geen makkelijke gesprekken natuurlijk. Dus ik vond het heel interessant en ik vind het nu ook prima dat er een andere bondscoach is. Maar ik heb er wel heel erg van genoten. Maar hoe was de eerste keer dan? Ben je dan soort van helemaal voorbereid? Het was niet de eerste keer dat ik hem überhaupt ooit sprak. Ja. Maar de eerste keer, ja, dat is dat dan toch. En dat, ik denk dat hij dat teweeg brengt bij iedereen, bij de teammanager, bij... En vooral bij de spits en bij de laatste man. Maar ook bij de journalisten die tegenover hem zitten. Iedereen is gewoon net een beetje scherper. En dat is toch wel wat Van Gaal voor effect heeft op iedereen. En dat is natuurlijk als je coach bent en het maximale uit een team moet halen. Is dat best wel een goede eigenschap. Ja. Alleen ja, het is niet altijd. Je denkt ook wel eens, wat heb ik nou mijn fiets hangen? Ja, maar is er dan ook een show element? Dat je het voor de show... Bij mij? Dat je het showtje mee gaat spelen? Dat lijkt me best wel moeilijk. Want je voelt gewoon... Hij is aan het zuigen en hij is aan het zorgen. Hij maakt zijn opmerkingen. Hoe ver ga je erin mee? Ja, nee, oprecht nee. En natuurlijk merk je wel eens van dit. Dit gaat wel een hele gekke kant op of zo. En dan probeer ik niet te doen wat jij dan bij de eerste, de beste Teun de Nooyer opmerking deden. Om dan meteen af te haken. Maar ik heb er nooit een show van gemaakt. Absoluut niet. Dat hoor je. Je merkt natuurlijk dat het wel eens gebeurt tijdens een persconferentie. Maar ik heb daar nooit. Dat is niet de manier waarop ik dat. Bij sommige sportverslaggevers heb ik het gevoel dat ze erop uit zijn. Dat ze gewoon dat gekke momentje willen hebben, toch? Ja, want heb je dat ook? Hebben jullie dat niet? Dat als je zo'n gesprek hebt dat je denkt, ja, nu heb ik een. Nu heb ik echt even iets. Nou, kijk, ik denk niet, maar. Nou, ik denk trouwens dat Milan daar wel ongeveer hetzelfde in staat. Ik denk niet dat wij voor een medium werken waarbij je nou heel erg juichend de deur uitloopt als er enorme vrevel of animositeit ontstaat of er één gek ding gebeurt of zo. Het is toch, je bent vooral op zoek naar een verhaal, naar de waarheid, naar misschien wel een momentje waar het wel een klein beetje ontregeld is, want het mag best hier en daar spannend worden. Maar er zijn andere mensen, denk ik, op zo'n persconferentie. Meer op zoek naar zo'n soort moment als waar jullie op doelen dan dat wij zijn. Maar wat is er een moment geweest bij jou dat je dacht van, dit was echt een raar gesprek? Hey, zeker, ik heb heus wel eens gehad dat hij geïrriteerd raakte door iets dat ik aan hem vroeg. Ja, dat kan gebeuren, maar dat is natuurlijk niet per se heel leuk. Ik ben van nature niet iemand die enorme confrontatie zoekt, maar dat is ook niet erg. En dat is ook, hij is ook wel iemand die de volgende dag... weer met nul op nul begint of zo. Dus dat is ook niet zo heel erg. En andersom heb je binnen het vakgebied, zeg maar, dat je dan, heb je sporters geïnterviewd. Worden dat op een bepaald moment dan echt vrienden, waarbij je dat dan moeilijker kan gaan scheiden? Dat je weet,
ik kan hier wel op doorvragen, maar... Nee, dat wil ik niet. Dat wil je niet? Nee, er dreigt af en toe wel eens zoiets te ontstaan met de voetballer... dat je denkt van, oh, ik vind jou best wel aardiger dan de gemiddelde voetballer. En ik zou niet zeggen dat je dan een vriend wordt of zo... maar wel dat ik denk van, ja, ik vind jou wel echt een coole gast. Maar eigenlijk wil je dat niet. Nee. Omdat er ook een moment komt dat hij er geen zak van bakt... en dan moet je hem dat toch wel gaan vertellen. Ja. En dat is gewoon ongemakkelijk als je dan goede vrienden bent. Ik weet niet, hoe goed heb je je voorbereid? Kan ik wegkomen met een leugentje of moet ik... Over mij? Nee, over mij. Oh. Of ik wel eens bevriend raak met sporters? Nee, oh nee. Ja. Nou, nu... Ja, nu, ja, ja, maar dat weet je wel. Nu toch? Weten we wel al. Vertel maar. Ja, had je toch beter in moeten lezen. Verdomme zeg. Ja, Femke. Ja. Oh ja, nou, het is goed dat je dat weet, ja. Nee, ik heb een relatie gekregen met een sportster die ik heb leren kennen tijdens een interview. Dus ja, dat is natuurlijk... iets waarvan je moet zorgen dat het nooit gebeurt. Ja. En ja, dat is dan. Dat bedoel, dus dat kan natuurlijk wel gebeuren, ja. En had je je vraag toen ook goed voorbereid? Ik had de eerste keer dat ik haar interviewde eigenlijk nog nooit van haar gehoord. Maar dat lijkt me wel lastig, want als ik een vrouw tegenkom waar ik verliefd op ben, dan wordt... Ik ken er één. Hè? Jutta Leerdam. Stel, jij moet die... maar dan zou ik... Nou, de tweede zin zou ik niet meer weten wat ik aan het doen was. Dan... Nee, maar het was niet zo dat ik tijdens dat allereerste interview meteen verliefd op haar werd, hoor. Oh, maar hoe ging dat? Want die wist niet zo. Ja, ik heb zelf deze afslag genomen. Nou ja, nee, ze was ook. Ja. Zij was onderdeel van een estafette-team. Ja. En ik bedoel, ik wist wie daar aan meededen, maar ik had nog nooit echt van haar gehoord of zo. Ik bedoel, er waren twee sterren, Marleen Veldhuis en Inge Dekker. En er waren nog twee jonge meisjes. Ene, Renomi Kromo met Jojo, die later vrij goed werd. En Femke Heemskerk, ja. En dus dat eerste gesprek was niet... Nee, dat was niet ingewikkeld of zo. Maar er is wel een gesprek geweest dat je op tv hebt gevoerd... dat je al best verliefd op was, toch? Ja, toen hadden we al een relatie. En toen wist nog niemand het. Nee, dus toen hebben jullie wel een beetje een poppenkastje gehad. Ja, tuurlijk. Ja, dat was wel je eigen vriendinnetje interview op tv is natuurlijk... Dat is niet heel normaal. En staat het op YouTube? ja hoor. Dat weet ik niet. Ja hoor. Nou nee, ik zeg dat nu wel. Ik heb geen idee eigenlijk. Oh, oké. Okay. Maar dat was wel heel grappig. Maar jullie deden dat allebei heel keurig trouwens. Dank je. Ja. Ja, we hebben in ons vakgebied dat we niet heel vaak met vrouwen praten. Toch als... Nee. We zijn gewoon minder, vrouwen in ons... Vrouwelijke comedians. Ja, vrouwen zijn niet grappig, wou je zeggen eigenlijk. Nee, maar. Dat zeg ik niet. Maar, want oh, jawel hoor, ze zijn heel grappig. Het percentage van... vrouwen dat comedy doet, dat is eigenlijk een stuk minder dan mannen. Nog. Ja. Het gaat misschien veranderen. Ja. Ja, ik weet niet hoe dat bij sport is, maar je merkt gewoon dat toch... Ik denk dat qua samenleving dat daar meer nadruk op ligt dat mannen dat doen. Nou ja, bij sport verschilt het per sport. Maar dat is natuurlijk heel zichtbaar. Maar in uitzenden merk je toch wel? Nou ja, dat verschilt ook per sport. Bij schaatsen is het volgens mij volstrekt gelijk. Ja. Maar bij voetbal is er nog een lang weg te gaan. Ja. Ja, ik doe voornamelijk voetbal, maar ik interview bijna nooit een vrouw. Nee, dat is heel gek eigenlijk. Ik vind het altijd super knap. Jullie onthouden dus namen, gebeurtenissen. Dat zit gewoon... hoe trainen jullie daar? Ja, hij is met name echt... Nee, maar absoluut niet hoor. Ik brei hem gewoon voor. Toch? Ja, maar heel veel heb je ook gewoon. Nee, maar je hebt ook gewoon heel veel paraat. Nee, maar jij hebt wel echt een olifant. Nou ja, nee, maar ik... Dankjewel. Ik denk trouwens... kan hij hier zitten? Maar ik denk dat het voor iedereen hier geldt in een bepaalde leeftijd... Ja, op een bepaalde leeftijd tussen 14 en weet ik veel, 20 of zo. Dat geldt tenminste voor mij. Ja, dan blijft alles hangen op een of andere manier. En daarna niks meer hoor. Want je hoeft mij niet vragen wie vorig jaar de Champions League heeft gewonnen. Nou, het verschilt ook wel per persoon. Ik heb een paar van die vrienden die weten echt gewoon wie de... Wie niet eens de voorzet gaf voor een doelpunt, maar ook nog een keer die paas daarvoor. Ja, nee, I know. Ja, precies. Dus, ik vind het altijd heel knap. Maar je hebt dus olifantengeheugen, maar dat weet je dan niet. Dat ligt eraan welk doelpunt. Ik weet dan maar een vraag. Ja. Nee, maar, bedoel, het lijkt soms zo, maar ja, het hoort ook een beetje bij je werk om je gewoon ergens op dingen voor te bereiden, toch? Dus om je in te lezen. Ja. Wat gaan we nu doen? Nee, ik heb allemaal aantekeningen opgeschreven waarbij ik dacht, waar ik jullie mening over wilde weten van bijvoorbeeld afgelopen weekend. Afgelopen weekend was het toch de Ahoy finale van Rotterdam Tennis Toernooi. En daar hadden ze Davina Michel. Hadden ze als artiest, die ging optreden voordat het sportevenement begon. Een beetje een knipoog naar... De halftime show, ja. Super Bowl, ja. Ja, omdat... Ik hoorde dat er dus steeds minder publiek is voor dat soort evenementen. Dus mensen gaan nog wel naar voetbal en zo, maar ze gaan minder naar tennis of naar atletiek of naar baanwielrennen. En er worden dus dingen omheen bedacht om het dus meer een show-element te maken. En eigenlijk had ik dat gekoppeld aan de vraag van
zoek je naar zo'n show-element binnen een interview, merk je dat binnen de sport er steeds meer een neiging is om er een show van te maken, zodat mensen blijven kijken. Nou, je merkt bij voetbal wel dat ze steeds meer op zoek zijn naar entertainment. Ja, met lichtshows en allerlei gedoe eromheen. Want volgens mij is er wel een zorg dat jonger publiek steeds meer minder voetbal kijkt. Ja. Omdat ze 90 minuten eigenlijk is een voetbalwedstrijd ook best wel saai. Als je er nuchter naar kijkt, 90 minuten wordt vaak gemiddeld 2 of 3 keer gescoord. En daartussen ja, is het een beetje heen en weer geschuif. Voor een kind is dat misschien ook wel niet heel aantrekkelijk. Maar ik merk niet dat daar geforceerd heel erg op zoek gegaan wordt naar entertainment. Maar in Amerika heb je gewoon... Ja, in Amerika natuurlijk wel, ja. Dan maar het is toch verschrikkelijk. Ik ben wel eens bij een NBA-wedstrijd geweest. Ja, dan gaan ze die t-shirts schieten. Het basketbal is een hinderlijke onderbreking van de theateravond. Ja. Dan glijdt er een beer als bowlingbal door de zaal. Ja. En ik heb ook heel erg het idee dat de wedstrijd gestuurd is. Dat het in het vierde kwart nog spannend moet zijn. Ja. Dus dat ze dan nog een beetje... En NBA Finals, dat wordt ook altijd eerst 3-3 en dan komt er een beslissende wedstrijd. Beetje overdreven, want het is ook wel eens 4-0 geworden. Maar als de sport zich als wedstrijd niet kan redden, dan gaat hij het ook niet redden volgens mij. Want ik heb het bij schaatsen heel vaak meegemaakt. Ja, dan sta je soms, het lijkt wel alsof je in een nachtclub staat. En dat er dan af en toe dat de licht even aangaan en dat Jutta Leerdam dan de rondjes mag schaatsen. Nou, misschien zou je er wel willen ontmoeten in een nachtclub. Dat net... Nou, ik ben nog steeds op zoek, maar als jullie connecties hebben, dan... Nee, maar ik merk bijvoorbeeld bij sommige dingen vind ik dan wel weer geinig. Ik was bij een wedstrijd van FC Volendam. Ik weet niet of jullie het als publiek weten, maar daar hebben ze dus in de rust... Was het wat? Nee, ik kan het even wel toelichten. Vrienden van mij, voor mijn verjaardag, nodigen ze me altijd uit naar gewoon een KKD-wedstrijd. Ja. Zo elkaar afzeiken, zo'n wat cadeautje. Wat is een KKD-wedstrijd? Oh, dat is keukenkampioen. Oké. Eerste divisie. Ja, eerste divisie. Dus... Nou, dat andere verhaal ga ik zo vertellen, maar we waren bij Volendam. En daar hebben ze in de rust, zetten ze dan een wasmachine neer. En dan mogen 2 mensen schieten. En als hij in de wasmachine komt, mag je met de wasmachine naar huis. Lekker zeg. Ja. Dat is nou top entertainment. Nou ja, je gaat toch kijken. Tuurlijk. Toch? Ja. Maar waarom niet iets van een keuken? Nou ja, blijkbaar is het... is te duur. Ik vind het wel een goeie. Ja, een keuken? Waar schiet je hem dan in? In de wasbak. In de magnetron. Ja, in de wasbak. Ja, magnetron hier. Legio mogelijkheden. Ja. Vaatwasser. Oh, sorry hoor. Ja. Nee, ik zal Jan Smit bellen. Weet je trouwens hoe ze zijn begonnen ooit met die grote Super Bowl shows? Ze hadden vroeger namelijk wel zo'n marching band en zo. Maar Saturday Night Live, die had een tegenhanger in Living Color. Ik weet niet of jullie daarvan hebben gehoord. Dat is een comedy sketch show in Amerika. En die hebben dat half uur een keer opgevuld op een ander kanaal. En daar keken toen 20, 25 miljoen mensen naar. En toen dachten ze bij de Super Bowl van, oh, we moeten de aandacht vasthouden. En dan hebben ze het jaar daarna volgens mij Michael Jackson genomen. Dat hebben ze in Nederland toch ook een keer gedaan tijdens de Interlands van het Nederlands Elftal. Ja. Met in bikini geklede vrouwen die penalties gingen nemen. Ja, WK bikini. WK stof opnemen in bikini. Ja, waarom is dat eigenlijk? Waarom staat dat niet meer? Ja. En kunnen we die interviewen? Ja. Nou ja, dat andere verhaal dat ik had over de kaak. Oh ja. Nee, sorry. Rondaf. Ja, ja. Ik heb dit shirt meegenomen. Oh god. Almere City. Almere City. Oh jeetje, ja. Tweede periode. Dit jaar was ik weer jarig. En toen ben ik meegenomen naar Almere City. Tegen Heracles. Dus wij gaan naartoe. En toen kreeg ik een muts van Almere City. En kreeg een shirt van Almere City. En op het shirt staat... Dit is hun grootste prestatie van Almere City. Periodekampioen 2014-2015. Dat is het maximale wat ze ooit hebben gehaald. Dus daar zijn ze heel trots op. En dan had ik dat shirt. Dus kijk, ik zal heel even voor het taalgebruik zeggen... die hooligan zei kankerlaar, maar ik zal wel sukkel zeggen. Oké? Okay? Zodat het minder hard binnenkomt. Maar ik heb het nu wel gezegd. Maar dat zei hij. Dus wij komen het stadion binnen. En toen bleek dat ze in de F-site... Of ik weet niet of het de F-site is, maar het hooliganvak... Daar hadden ze kaart gekocht. Dus misschien moet je wel even het stadion omschrijven. Dat is namelijk niet veel meer dan... Het sportpark, wou ik eigenlijk zeggen. Ja, het is een sportpark. Ja. Met 3 rijtjes. Het Michi Bici Forklift Stadion. Ja, ja, exact. Ja. Maar goed, ga door. Ga door. We waren ook met de bus naartoe. Je kan... Maar goed. Dus wij komen eraan en krijgen een shirt aan. We gaan naar de kant waar de hooligans zitten. En gast met de trommel. Vrij agressieve gast. Die stopt maar meteen. Die pakt me zo bij mijn shirt. En je zegt, hey, sukkel. Hij zegt zo, heb je de shirt van Marktplaats?
Dus ik ging ervan uit dat ze ze wel hebben gekocht. Dat ja. zei ik zo, ja. Hij zei, sukkel, ik had daar ook op geboden. En toen kreeg ik een knuffel van hem. Nee joh. En dan kon ik niet meer stuk de rest van de avond. Want hij voelde aan alles. Jij hoorde je niet thuis, maar je hebt wel moeite gedaan. Ja. Maar had hij in plaats van dat shirt dan die trommel gekocht? Wat? Hij had de trommel toch? Ja, ja, sorry, ja. Maar ja, bij een voetbalwedstrijd heb je altijd één idioot die gewoon, dat is de hele dag... Ja, doodvermoeiend. Echt, dat is zijn ding maar, gewoon. Heb dat is zijn workout. Heb je aan die vrienden gevraagd of ze dat shirt inderdaad via Marktplaats hebben gekocht? Ja, daarna wel. Maar dat bleek ook wel zo te zijn. Ja? Oh! Ja. Hij wilde niet... Ja, hij is dan wel fan van... Ja, hij is even oppassen ja. wat ik zeg, want het was wel echt een hooligan van Almere City. Ja. Hoeveel zijn er? Hoeveel waren er? Stuk of zeven. Stuk of zeven. Echt serieus? Nou, een stuk of zeven echte. En voor de rest heel veel kids die aan het snuiven waren. Dat was eigenlijk een beetje... Speelde ze tegen Volendam? Ik kan niet meer naar Almere City, laat dat ik was, zo zeggen. Dat nu. Was ook de link tussen de twee wedstrijden die je hebt bezocht. Volendam en Almere City. Ja, nou, daar verbaas ik me wel over. Hoeveel er wordt gesnoven bij... Maar goed. Ja, maar zag je dat bij de wedstrijd? Ja, ik zit daar nooit, maar ik hoor dat wel van mensen. Maar Steve, zie je dat? Bizar. Tijdens de wedstrijd? Ja. Waar? Op het toilet of zo? Wil je mee? Nee. Ik verbaas me er echt over. Nee, maar waar? Gewoon in die fanatieke vakken? Ja, in die fanatieke vakken. Jezus. Ongelooflijk hoeveel er wordt gebruikt. Oh, wauw. Oké. Maar nou weet ik niet meer waar ik naartoe ging. Nergens. Nee, over de zeven hooligans. Oh ja, nou ja, om even af te ronden. Hij was dan wel heel erg fan van Almere City. Maar toen vroeg ik aan mijn vrienden van hoeveel hebben jullie voor het shirt betaald? €12. Dus dacht ik, ja, hoe erg fan ben je dan? Ja. Als je niet meer dan €12 wil betalen. Ja. Nou, onze broer is daar gewoon trainer geweest, hè? Ja? Ja. Was dat in 2015? Oh, dat heb ik gelezen, ja. Nee, dat was daarna, toch? Nee, daarvoor. Nee, daarna. Ik denk daarna. Nee, daarvoor. Ik geloof wel hem op de feitjes. Dus dat zal wel... Olie van te geven. Maar jullie hebben de podcast... Bijna zeker daarna. Maar goed. Ja. Over het eerste deel van 2015. Dus dat zou ik denken. We zoeken het op. Nou ja, maakt niet uit. Ik zei, er was geen 14 meer. Dat onthoud ik allemaal niet. Hij kan dit shirt van mij kopen voor €22. Ik denk niet dat hij het wil. We gaan tijdens deze podcast hebben we dus af en toe collega's die we uitnodigen om over het vak te praten. Gewoon comedians die een stukje komen stand-uppen. En we zijn deze serie begonnen en we wisten niet precies wat ze gingen doen, maar ik ben groot fan. Zeker, en het zijn twee collega's die tevens ook goede vrienden zijn van ons. Dus met groot plezier wil ik me aankondigen en graag een keihard applaus. Hier is de one and only Younoes Akhtas! Dank jullie wel. Ik heb dit keer iets interessants in plaats van iets grappigs gevonden. En dat wil ik eigenlijk met jullie delen. Stel, je bent wedstrijdcommentator en de wedstrijd die je moet gaan becommenteren is uit de Amerikaanse competitie en begint 2 uur in de nacht. Je contract wordt niet verlengd, het is je laatste wedstrijd en daar ben je niet helemaal blij mee. Hoe pak je dat aan? De legendarische Frank Kramer pakt het aan door het over van alles en nog wat te hebben, maar niet over de wedstrijd zelf. Ik weet als geen ander hoe belangrijk een voetbalcommentator kan zijn voor een wedstrijd. Wanneer ik met mijn vrienden voetbal kijk en we vinden dat de Nederlandse commentator niet genoeg passie in zijn stem zit, dan kijken we wel dezelfde wedstrijd in het Turks. En andersom ook. Ik heb deze wedstrijd teruggekeken, teruggeluisterd. En ik moet toegeven, ik was verrast over hoe vermakelijk het was. Toen er op een gegeven moment gescoord werd, vond Frank Kramer het zelfs vervelend dat hij zijn anekdote moest afkappen. Frank Kramer was ernstig ziek en is in 2020 overleden. In de uitzending van de wedstrijd had hij ook een gedicht voorgedragen van Willem Wilmink, die ik graag met jullie wil delen. Als ik dood ben. Als ik dood ben, moeten jullie mijn verhalen doorvertellen. Als iemand getroost moet worden, kunnen jullie altijd bellen. In het stralens van de hemel zal ik niet zijn neergezeten, want daar is al lang geen plaats meer voor neurotische poëten. Ik ben niet meer op aarde, maar je kunt me heel goed vinden. Bel gewoon Harry Banning en hij zal je doorverbinden. Dank jullie wel. Hebben jullie wel eens met hem gewerkt? Met Frank Kramer? Ja.
Nou, die wedstrijd is wel legendarisch. Ja, hilarisch. Heb je gezien toen live of niet? Want nee, ging half drie s'nachts. Ja, nee, weet ik. Maar er ging onder vakgenoten. Hè. Ik bedoel, collega's van Milan. Oh, je wist dat het zou gaan gebeuren? Nou, nee, niet, die wist niet dat het ging gebeuren. Maar er zit altijd wel iemand te kijken. En, ja. En op dat moment werd dat echt rondgeappt. Ik heb ook een stuk zitten kijken. Ik weet niet meer hoe lang. Live? Ja, ik heb een stuk live zitten kijken. Ja, maar dat was echt... Hij omschrijft het heel goed, maar dat dan in het... Nou, tot de macht 10, dat was hoe het was. Hij zat echt over van alles en nog wat verhalen te vertellen, behalve over die voetbalwedstrijd. Echt fantastisch. Echt heel grappig was het. Ja, nee, hij had echt verhalen over vakanties die hij had gedaan. Alles. En, ja, daar is, inderdaad gedicht, daar is Siert de Vos een watje bij met zijn restaurant-tips. Zeker weten. Zeker weten. Nee, dit was echt... Ik heb hem wel eens ontmoet, maar nooit met hem gewerkt. Hebben jullie dat... Als je in het buitenland bent, dan zit je ook wel vaak met die andere sportverslaggevers... is die beleving bij die andere landen anders? Ja, nee, die is wel anders, ja. Waar is hij het lijpst? In welk land is hij echt het lijpst? Nee, ik denk in Zuid-Amerika, denk ik. Ja. Maar goed, waar wij het meeste dat meemaken is tijdens het WK, tijdens het afgelopen WK. Ja. De Argentijnen waren fanatiek, hoor, kan ik je vertellen, tijdens die kwartfinale. Ja, maar dat merk je ook dan onder verslaggevers? Nou ja, kijk, op een gegeven moment ben je natuurlijk, met name tijdens die wedstrijd, ben je... Op een gegeven moment onderweg, want ik doe dan het interview direct na de wedstrijd. Dus ik loop dan door de trappen af, kom je in de catacombe terecht. En toen moesten we wachten tot die wedstrijd was afgelopen. Nou, het stond 2-1 voor Argentinië. Dus het was wachten. Het scoorde Weghorst natuurlijk de doelpunt. Maar ja, wat er dan gebeurt, dat is wel echt heel... Dat zou je eigenlijk moeten filmen. Want je ziet ook directe collega's, Nederlanders, waar je van denkt van... Oh, nou, zo heb jij eigenlijk nog nooit gezien. Ja, ja, ja. En vervolgens winnen die Argentijnen... en die gaan dan in het gezicht van de Nederlandse verslaggevers staan juichen. Het is echt... Het is een soort kleine een kindercrash is het zo ongeveer. Ja, er is evenveel afgunst tussen de verslaggevers... als tussen die spelers bijna. Dus dat was... Ik vond het echt bizar. Dus jij was echt kamp Wout Weghorst? Nou, natuurlijk hoop je dat Nederland wint. Ja, absoluut. Ja. Maar ik durf wel over mezelf te zeggen dat ik niet een van diegenen was die zo gek zat. Je hebt er niet staan juichen, of wel? Nou, ik heb wel mijn handen in de lucht gestoken toen weg werd. Tuurlijk. Ja, ja. Ik was het heel Nederland. Het gezicht van Argentijn? Ja, niet expres. Okay. Maar als je kant de kom bestaat, dan gebeuren al die dingen waar je met jouw camera staat altijd zeg maar op de sponsors. Zeg maar die sponsor ding. Ja. Maar je hebt al die eigenlijk... In je ooghoeken zie je die ruzies wel ontstaan dan? Ja, nee, ik heb met deze wedstrijd... dat eerste deed we doen op het veld. Dus ik stond er ongeveer naast toen die idiote keeper naar Van Gaal toe liep. En daarna liep Messi naar Van Gaal. Ik dacht echt, wat gebeurt hier? Ik heb zelden zoiets agressiefs op een voetbalveld gezien. Dat is echt heel gek om van zo dichtbij mee te maken. Maar het klopt, ik heb al zelf helemaal geen camera in mijn hand. En ik heb op dat moment ook geen eigen cameraman. Dus ik zie het wel gebeuren, maar je kunt er niet zoveel mee. Dat is wel jammer. Nou, maar ik weet dat die Argentijnse sportverslaggever heeft toch... ken jullie het verhaal van het bandje van Messi? Dat hij zo'n een touwtje had gekregen? Nee. Dus nee. Hij heeft van een sportverslaggever... En dan vroeg ik eerder van... Nou, zo'n bandje. Zo'n bandje is het, ja. Heb je die van Messi gehad? Ja. Nee. Hij kreeg dat van... Ik had erop geboden. €12. Ja, ik wilde er 15 voor hebben, maar ja, niet gekregen. Hij had een interview met een sportverslaggever en toen had hij gezegd dat volgens mij was zijn moeder overleden. Wint me niet op vast, maar dat bandje was heel speciaal voor hem en dat heeft hij toen aan Messi gegeven. En toen is Messi daarmee gaan voetballen en nog meer belangrijke wedstrijden gaan winnen. En toen binnen het Argentijnse elftal is hij dat bandje door gaan geven. En toen bij die finale had Martinez had dat bandje om. Zeg ik het zo goed? Voor de... Ja? Ja, toch? Nou... Ik lul niet. Ik heb me ook een beetje voorbereid. Dus, klasse. Nee, maar daarom vroeg ik van... Is er een moment van dat je te intiem wordt met een speler? Want blijkbaar denkt hij... Ik ga een bandje geven van mijn moeder... En knuffelen op het veld. En, ja, ik heb ook een interview gezien van een Argentijnse journalist... Die ging gewoon 2 minuten lang Messi becomplimenteren. Van dat het zo goed was. En dat het allemaal de druk van de natie op zijn schouders rust. En dat het knap vond hoe hij daarmee omging. En Messi stond gewoon 2 minuten te kijken. En gracias. En toen kon hij... Okay. Ja, dat was voor de wedstrijd inderdaad. Ja. Oké, we weten niet hoe het morgen afloopt. Maar ik wil toch even tegen gezegd hebben wat jij gedaan hebt voor het Freedom, voor het land Argentinië. En dat ging inderdaad maar door. 2 minuten ja, niet sorry, gezegd. Maar van mij hoef je echt niet altijd kritisch te zijn hoor. Je mag best meelopen in de Polonaise. En ik hoop ook dat Nederland wereldkampioen wordt. Maar er is natuurlijk wel een beetje... Maar dat is ook wel onze luchtigheid toch? Dan? Ja, dat weet ik niet. Hoe ga je daarmee om dan na die wedstrijd? Dus ze hebben uiteindelijk verloren. Ja. En jij bent dan ook een beetje teleurgesteld, neem ik aan. Nee, tuurlijk. Want nogmaals, het is leuker als ze verder komen. Maar op dat moment ben je natuurlijk gewoon je werk aan het doen.
Dus dan moet je wel eventjes schakelen, want je gaat natuurlijk een paar mensen spreken die niet zoveel zin hebben om mij precies te spreken. Precies, en hoe stel je daarop in? Ja, wat ik altijd tegen mezelf zeg is gewoon, het klinkt heel simpel, maar gewoon een paar vragen stellen. Dus niet te veel mening, niet te veel er wat van vinden. Okay. Maar gewoon, dan ga je wel een beetje terug naar het meest elementaire. Hoe kan dit? Weet je, dat is dan toch een beetje waar je... Want jij moet daar ook naar huis. Ja, maar ik heb een zoontje van die nu 16 maanden. Vond hij prima, joh. Dat deel vond ik niet zo erg. Okay. Nee, maar dat laat onverlet, laat het duidelijk zijn dat ze mij nog een weekje hadden mogen blijven. Maar dat ik naar huis ga, dat vind ik niet. Dit bedoelt voor mij niet een vakantiereisje of zo. Nee, maar het lijkt me gewoon kut dat je ze dan moet bevragen. Terwijl je weet wat er is gebeurd. Ja, nee, maar goed, dat is natuurlijk ook wel... Dat zijn ook wel de interessante momenten. Dat is ook wel weer zo. Dus het zijn de meest spannende momenten. Dus die zijn ook wel leuk. Alleen, ja, het is ook wel... En heb je dan ook op zo'n moment dat je denkt... Ja, maar als ik dit vraag, gaat hij janken. Ik doe dat. Ja. Toch? Ik heb hem bijna. Hij knakt. Nee? Het was me allemaal wat, hè? Nee, maar is dan... Maar en ik zie dat het heel veel met je doet. Ja. Maar is dat dan een soort van... hoofdprijs, vind je? Nee, niet hoofdprijs. Nee, maar ik denk dat ik best veel collega's heb namelijk, die dat inderdaad zo ervaren. Dat als iemand gaat huilen op tv, dat dan een beetje de hoofdprijs is. Ik vind het heel knap dat jullie niet moeten huilen. Nu? Nee, niet nu. Nou, ik zit er dicht tegenaan, hoor. Ja, maar dat allemaal... Nee, maar bij als je echt zo'n moment van de Weide, bijvoorbeeld Olympische Spelen. Ja. Weet je, dan zie je Pieter van der Hogeband, die rent er naartoe en allemaal knuffelen en alles. En dan moet je hem gaan interviewen. Ja, dan zou ik ook breken. Met zo'n verhaal van kanker en dan moet je die vraag gaan stellen. Ja, nee, ja, dat is... Dat is een professionele knop. Nee, dat weet ik niet. Ja, dat is wel een professionele knop. En dat is misschien best wel gek, maar het is grappig, want ik was daar bij dat moment. En op een gegeven moment duikt er iemand om zijn nek. Dus bleek achteraf zijn zusje te zijn. Ja. En ik wegwezen. Ik ben daar inderdaad onbekritiseerd dat ik dat even liet gebeuren. Toen zei ik, sorry, maar mag ik nog even een paar vragen stellen? Dus dat ik inderdaad het zusje soort van half wegstuur. Hebben we achteraf met z'n drie om kunnen lachen, hoor. Maar nee, ik heb niet zo heel erg dat ik op dat moment bij een overwinning of bij een nederlaag heel erg aan het meehuilen ben. Natuurlijk voel je er wel wat bij. En is het soms ontzettend vervelend voor iemand als het niet lukt. Dat natuurlijk vooral. Maar dat hoort er ook een beetje bij. Dat klinkt dan beetje lullig. Maar... Want, als ik het goed heb jij toch de plek overgenomen van Jack van Gelder? Was het 2015? Ja, Jack deed de live na de wedstrijd studio interview. Ja, precies. Ja, klopt. Maar dat is dat een bewuste keuze geweest? Want jij staat er dus heel nuchter eigenlijk in. Oh zo, daar bewuste keuze. Jack is een ander persoon ook van dan ik. Van de NOS bedoel je? Ja. Ik denk dat ze ook gekeken hebben wie er beschikbaar was en van wie ze dachten dat die dat zou kunnen. En toen kwamen ze bij mij terecht. Nou, ik denk niet dat ze van mij verwacht hadden dat ik hetzelfde zou gaan doen. Nee, maar daarom. Ja, dus, maar heb je ook bewust gedacht of een keuze daarin? Want Jack is juist... Nee, Jack is echt 180 graden anders dan dat ik ben. Ja, inderdaad. Precies. Nee, dat klopt. En Jack heeft een lach in zijn kont hangen. Jack is veel... Ja, die is natuurlijk wel close met die jongens en zo. En die is wel amicaal. Jij gaat niet nu bij Ryan op schoot zitten. Nee, dat zou een beetje gek zijn. Nee, dat is natuurlijk het Jack van Gelder moment. Dat die Wesley Snijder schoot bij Jack van Gelder op schoot zit. Nee, ik wist niet of je mij bedoelde. Jawel. Ja, okay. Ik dacht Ryan Babel, hoopte ik eigenlijk. Ja. Ja. Nee, maar dat weet je, ik denk als je dat gaat proberen, om dat na te doen, dan ga je natuurlijk helemaal mis. Want dan ga je proberen iemand anders te dat zijn. Dat is een beetje ongemakkelijk. Wil je ook op mijn schoot zitten? Louis? Maar als je... Je hebt die wedstrijd gehad. We hebben het net over dat die emoties natuurlijk hoog oplopen. En je hebt een eindredacteur in je oor. Ja. Dus die zegt, hij heeft die pingel gemist. Ja. Je moet hem spreken. Ja. Wat ook zo vermoeiend is altijd als spelers een penalty missen. Ja. Of een grote fout maken. Dat eindredacteuren willen die dan altijd interviewen. Ja. Terwijl, het is een fout. Het heeft iedereen gezien. Ja, en dan moet ik ervan... Ja, hoe kwam het? Ja, ik schoot hem naast. Of ik schoot hem verkeerd in. Ja. Ja. Dat heb ik inderdaad zelf dan ook gezien. Ja. Kloten, hè? Ja. Weet je, dat zijn... We hebben hem. Ja, en zij zijn dan blij, want dan hebben ze 20 seconden dat irritante of dat vervelende of dat treurige gezien. En dat willen ze dan. Terwijl je moet eigenlijk gewoon op zoek naar de goede praters en die zo'n wedstrijd kunnen analyseren. En misschien wel zijn teamgenoot die kan zeggen, het is echt kloten voor hem, het overkomt hem nu, maar normaal niet. Hij zat er wel doorheen, weet je wel. Dus... Is er een andere manier om het bij zo'n speler te benaderen? Dus stel, heeft een penalty gemist? Vraagt of hij blij is, bedoel je? Nee, niet blij, maar... Nou, ik probeer dat altijd wel. Ja, dus door niet rechtstreeks te vragen van... waarom schoot je die bal bij die spits in de voeten? Want dat weet hij zelf natuurlijk ook niet. En anders had hij het wel anders gedaan. Wat vraag je dan?
Dus dan, nou, dan vraag ik van dat dit jou nou moet overkomen op zo'n moment of zo, weet je wel. Of je hebt ook gewoon 80 goede passes gegeven, maar daar hebben we het niet over. Weet je, je probeert het dan een beetje anders aan te fietsen, zodat je zo'n jongen ook op zijn gemak stelt. En ik denk dat Jeroen daar misschien wel iets... Hoe kijk jij hier eigenlijk tegenaan? Nou ja, dit is natuurlijk... Dit gesprek komt nadat we het hadden over de kwartfinale van het WK. En dan is het zo plat. Ja. Dan is het gewoon, weet je, dan even lullig gezegd, dan is een heel land is naar de kloten van die wedstrijd. Dus dan, en bij NL zelf interviewen we bijna iedereen, weet je, van de 13 mensen die mee hebben gedaan, interviewden 10 waarschijnlijk of 11 of misschien wel 12. Dus dan komt ook degene wel langs die penalty heeft gemist en ook die hem gemaakt heeft en ook de keeper die de nul gestopt heeft. Dus ik vind een penalty missen in de serie wel een ander verhaal, want die wil je ook wel gewoon spreken natuurlijk. Nee, ik ben het wel eens met Milan dat je kunt beter op zoek naar iemand die jou een goed verhaal gaat vertellen dan naar iemand die inderdaad net op het moment dat het ertoe deed de bal de verkeerde kant op schat. En vaak, weet je, is het wel een aanleiding om iemand wel te spreken. Maar ja, goed, op zo'n moment is het gewoon heel plat. Dus dan is het... Maar dat is ook een aanleiding die je gewoon zegt, ja, kan je wel willen, maar... Het is een beetje rouwverwerking. Weet je, het hele land wil dan toch nog even Virgil van Dijk horen, want ja, precies. Het is allemaal toch heel naar, vervelend en erg. En ja, dat is wat er dan een beetje gebeurt. Ja. Ja, dan, jij hebt ook langere verhalen gemaakt met andere tijden sport, toch? Ja, zeker. Dat je het verder kan uitdiepen. Is dat dan iets waar je meer genoegen in vindt dan... Nou, dat gaat heel erg twee kanten op. Want het is natuurlijk heel veel werk om te maken. Dus 3 maanden en dan is het een half uur uitzenden. Dus wat dat betreft is het geeft helemaal geen voldoening. Want het geeft even heel kort. Maar het is als afwisseling heel erg leuk. Maar eigenlijk vind ik dit sneller. Ja. Dat vind ik eigenlijk veel leuker als ik eerlijk ben. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind er gewoon iets te veel sportdocumentaires. Dan kijk je toch niet? Ik vind andere tijden sport echt fantastisch. Nee, maar ik heb het niet over andere tijden. Maar als je nu bijvoorbeeld ieder voetbalteam heeft een soort van serie. Ik ben het helemaal met je eens, hoor. Ja, maar ze lijken ook allemaal op elkaar. Ja, dat gebeurt bij jullie volgens mij heel veel. Hè? ESPN, elke club die maakt 1-2 per seizoen of zo. Maar Amazon maakt ook voor elke topclub. Nee, maar andere tijden sport, even reclamespotje. Wij gaan juist heel erg terug in de uitzending. Maar nog maar 5 uitzendingen per jaar of zo. Ja, vind ik echt fantastisch. Nee, maar dit is niet een kritiek naar andere tijden sport. Want ik vind het daar... Ja, het klinkt een beetje veer in je reet, maar dan vind ik het een artistiekere... Ja, maar goed, wij hebben ook de tijd. Weet je, wij hebben de tijd om zoiets... Tenminste, ook niet zeeën van tijd. Maar als je dat vergelijkt met hoe zo'n clubdocu wordt gemaakt... dan is het bij ons wel... Ja, gaat er wel iets meer tijd in zitten. Ja. Dus dat mag ook wel wat meer niveau hebben. Maar goed, dat had ik. Ja. Maar dat is heel leuk om te doen. Maar er zijn natuurlijk zoveel supporters die dan sowieso die serie gaan kijken, toch? Zeker. Daar wordt het ook voor gemaakt. Dus maar ik word er ook moe van. Ik kan ook niet meer kijken naar inderdaad de luiheid soms ook van makers. Van we zetten een camera in de kleedkamer en we zien wel wat er gebeurt. Ja, en dan zo'n trainer. Dat was leuk. Heb je ooit over Queen's Park Rangers gezien? Dat is wel een beetje niche. Dat is namelijk echt, dat is de eerste. Tenminste, zal heus wel eentje ervoor gemaakt zijn. Maar de twee club-eigenaren waren die twee gasten van de Formule 1. Dus Flavio Briatore en die andere Italiaan. En die ontslaan ook gewoon live op camera hun trainer en zo. En dat was echt, die is echt heel spectaculair. Okay. Ja, die wil ik wel zien. Die is echt heel ken ik niet. Ik vond die van Diego Maradona heel tof. Toen hij trainer werd bij, was het Sinaloa? Ja, die is echt heel tof. Die wil je zien? Nee. Nou, die is wel echt cool. Ja. Maar die wordt dus trainer midden in de grootste drugsstad van Mexico. Waar El Chapo vandaan komt. Ja, Sinaloa. Oh, sorry. Een beter verhaal kan je natuurlijk niet verzinnen. En dan maakt de gekste ding mee. Maar ik heb het zelfs bij dat filmpje van tijdens het WK, als het dan Saoedi-Arabië, en dan wordt dat filmpje gedropt, hoe dat dan was, inspirerend. Zelfs daar heb ik het, dat het plat geslagen is. En dan je bedoelt dat zoveel... filmpje in de kleedkamer In de kleedkamer tegen Argentinië. Dat is voel bijzonder. Er gewoon niks meer bij. Nee, dat omdat snap ik het, wel. En dan wordt het ook nog eens een keer zo vaak herhaald en zo vaak gezegd, dit is zo bijzonder. En dan wordt het zo door mijn strot heen geduwd of zo. En dan hoeft het voor mij niet meer. Ja, het is bijna toffer bij andere tijden sport dat je dan teruggaat, toch? Wij hebben ook wel de regel van Ad van Liemt, de founding father van andere tijden sport. Is een beetje dat je 20 jaar moet wachten. Die breken we heel geregeld hoor. Maar dan praten mensen er vrij. Dan weet je zeker dat de sporters niet meer actief zijn. Ja, precies. Tenminste, of ze zijn wel heel erg oud. En dan kunnen ze er veel vrijer over praten. Dat is natuurlijk wel leuk. Ik bedoel, je kan van het afgelopen jaar verschillende onderwerpen verzinnen waar je nu al van kunt zeggen. Dat is interessant om over 20 jaar nog eens op terug te kijken. Voordat we naar een questionnaire gaan, heb ik echt wel een laatste vraag voor je hierover. Is er een sportverhaal wat nog niet verteld is, wat je heel graag zou willen vertellen? En dan knippen we het eruit, zeg maar. Hoezo?
Het is een bekend verhaal. Nou, nee, maar Jeroen gaf aan van je moet er 20 jaar overheen. Nou, nee, ik heb er wel één. Ik heb er wel één. Nou ja, maar dat is een heel... dat iedereen kent dat, weet je. Nou, trouwens... als we bij voetbal houden, 2004 het EK, want dat iemand een wedstrijd wint of zo, dat vind ik dan niet zo heel erg boeiend. Weet je, Ajax half finale Champions League en zo, dat weten we denk ik meestal wel van. Maar ik vind 2004 de wissel van Advocaat. Dus dat hij Arjen Robben naar de kant haalt en Paul Bosvelt erin brengt en wat er allemaal loskomt. Dus die man, weet je, die persconferentie hebben wij toen live uitgezonden op zondag. Die moest eigenlijk met het eerste vliegtuig moest hij terug naar Nederland van het volk. Die moest per direct uit zijn functie ontheven worden. Zo erg, ja, ik ga het woord toch gebruiken. Gehaat was hij op dat moment. Nou, hoe dat allemaal gaat. En het was ook een beetje het begin van nog meer media tijdperk met Barend en Van Dorp die er waren. Wij hadden daar een talkshow. En die is bijna publiekelijk veroordeeld. En als we dan toch over wissels hebben, Sven Kramer 2010, dat verhaal zou ik ook nog wel eens een keer wat verder uit willen diepen. Dat is toch wat daar allemaal gebeurd is en hoe dat allemaal gegaan is, vind ik ook wel heel interessant. Ja. Ja, ik zou dan 2012 kiezen. We hadden natuurlijk 2010 het WK met Nederlands elftal, waarin we de finale haalden en de gouden generatie met Sneijder, Van Persie, Robben, Van der Vaart floreerde. En 2 jaar later hadden ze allemaal ruzie met elkaar. En daar zou ik wel eens dat ze rustig met z'n allen op terugkijken en zeiden, wat waren we nou in godsnaam aan het doen? En is echt terugkijken op hun ruzie. Dat lijkt me wel een cool verhaal. Huntelaar had ook nog een rol in Affalay. Van Marwijk natuurlijk. Van Bommel. Jij weet, ik zie aan je hoofd dat je een paar details weet. En die wil je eigenlijk vanuit hun horen, toch? Ja, maar je zou nu een paar dingen kunnen droppen. Nee, je werkt natuurlijk met veel oud-voetballers die daar ook toen onderdeel van hebben gemaakt of dingen hebben gehoord. Maar ja, je hebt wel wat dingen gehoord. Dat met name Huntelaar was geloof ik met name de boosdoener, want die speelde niet. Dus dat zou wel tof zijn als ze er allemaal een beetje rustig op kunnen terugkijken. En in één kamer met z'n zessen, dat lijkt me wel fantastisch. Nou, maar die heeft wel ook wel eens bij ons... deze drie onderwerpen hebben allemaal wel eens bij ons op tafel gelegen. Maar ja, die mensen staan niet te springen om aan dit soort walen mee te werken natuurlijk. Die werken liever mee aan een verhaal waarbij ze uiteindelijk met een arm omhoog over de finish komen. Ik vind het verhaal van Johnny Hoogeland, dat die dan... ga je dat doen? Ja. Echt? Ja. Met het prikkeldraad. Ja. Met prikkeldraad. Voor mensen die het niet komende weten. Komende zomer. Maar wat is dan wat is dan de diepere laag van het prikkeldraad? Nou, die is er wel. Ja, ik heb een wat is er gebeurd met prikkeldraad? Ik heb geen idee. Johnny Hoogland zit in de kopgroep tijdens de Tour de France. Wielrennen. En er komt een wagen die in de koers zit. Ja. En die wijkt uit en die rijdt hem aan. En hij vliegt over de kop en landt in het prikkeldraad. En hij had een bolletje trui. Rijdt die etappe uit, zit helemaal onder het bloed. In zijn blote kont komt hij over de finish, want van zijn kleding is ook helemaal kapot gescheurd. En ja, hij rijdt die Tour denk ik ook nog uit zelfs. Maar hij wint niet meer de bollen. Nee, want hij kan niet meer. Weet je, dat lichaam is natuurlijk helemaal kapot. Maar dat hebben ze wel toen, zoals ook later natuurlijk met Kenny van Hummel, dat hebben ze toen wel goed gecultiveerd. Weet je, hij heeft wel veel publiciteit doorgekregen. Maar dat is wel vind ik ook wel een iconisch verhaal. Ja. Dus de andere tijden sport komt... Nee, die gaat... Ja, ik weet niet of ik iets vertel dat ik niet mag vertellen, maar... even die 5. Ja. We eindigen altijd de podcast met een questionnaire. Die hadden we toen we comedians hadden ook. En die hebben we meegenomen in deze live versies. En Rijn pakte er nu bij. Ja, we doen ze om en om en de laatste vraag is voor jullie samen. Okay, dus ik begin bij jou. Bij mij? Ja. Ja. Wat is je favoriete woord? Sorry? Sorry. Nee, wat is je favoriete woord? Ja. Woord? Ja. Vergetelheid. Oh, mooi. Wat is je minst favoriete woord? Oeh. Oh, minst favoriete woord. Tepelhoven. Ja, dit vind ik echt zo'n vies woord. Ja. Kan die hem uitleggen? Ja. Dat weet ik veel. Kan je hem uitleggen? Nou ja, ik vind het gewoon... Tepelhoven, de hele samenstelling van het woord. Nee, daar krijg ik dan echt kriebels van. Het klinkt ook als een dorp. Ja. Ja. Toch? Ik kom uit Tepelhoven. Mevrouw. Ja. Ligt dat... In de buurt van... Ja. Ik dacht ook, het klinkt... Wat is het? Nou, je weet toch wel wat een tepelhof is? Nee. Jezus. Sorry hoor, mevrouw. Je hebt een borst. Ja. Daar zit een tepel op. Ja. En om de tepel zit dan zo'n... Ja, ik vind ook grote tepelhoven ook. Dat, ja, dan moet je nog een beetje gemakkelijk van. Daar zit Nu komen we ergens. Doorvragen. Hè? Ja. En om de tepel zit dan een soort... Ja, schijf. Schijf. En dat meestal lichtbruine rondje heet dan een tepelhof. Oh, zo, het heet een tepelhof. Oké. Ja. Ja. En ik vind... Maar is je minst favoriete woord? Ja.
Ja. We moeten nog kiezen met die titel. Ja, ja, precies. Ja. Wel een goede naam voor deze podcast. Waarvan ga je aan? Creatief gezien of spiritueel, emotioneel? Waarvan ga je aan? Waarvan ga ik aan? Ja, ik denk nu aan een boek. Maar, dus als je een goed boek leest? Nou, ik heb wel een boek in mijn hoofd, maar of bedoel je meer een activiteit? Of maakt niet uit. Hoe heet het boek? Ja, dat weet Milan ook wel, welk boek ik nu in mijn hoofd heb. De Alchemist. Ah, ja. Paulo Coelho. Ja. Dat heb je echt... Maar is dat... Heb ik wel echt 6 keer gelezen. Ja, en het is wel echt een soort... De eerste keer snapte ik er niks van, toen was ik 18. En later is dat wel een inspiratiebron, laat ik het zo zeggen, geweest. Cool. Heb je hem gelezen bij de Olympische Spelen in 92? Nee. Toen was hij 18. Nee, ik was op... Klopt. Ik ging een jaar later, Ryan, ik ging een jaar later op wereldreis. Toen heb ik het gelezen voor de eerste. Oh, oké. Okay. En waarvan ga jij uit? Creatief gezien of spiritueel? Van plichtmatig geschreven krantenartikelen. Jij geeft goede antwoord, ja, man. Ja, daar word ik echt heel verdrietig van. Oké. Okay. Ja. In Tepelhoven. Ja, en ja. Tepelhoven. Kreeg plichtmatig geschreven krantenartikelen op Tepelhoven. En maar dat is dan gisteren bij een ongeluk zijn er 3 gewonden gevallen. Ja. Dat soort dingen. Ja. Niet dat dit evenement moet zijn, maar dat je gewoon... Ja, of gebeurtenis alleen opschrijven. Ja, of gewoon een wedstrijdverslag van een voetbalwedstrijd. En dat er dan gewoon staat, ja, in de derde minuut kwamen de domstedelingen. Vind ik ook zo verschrikkelijk. Oh ja, daar ben ik heel erg mee. De links, ja. Weten jullie wie er bedoeld wordt met de linkshandige Rijnsburger? Jan Siemerink. Heel goed. Ja. Dat vind ik ook echt verschrikkelijk. Dat soort synoniemen. De 23 spelers van het keurkorps van Louis van Gaal. Het keurkorps, wie zegt dat nou? Ja. Waarom schrijf je dat op? Ja. Nee, dus maar dan voel je ook echt wel dat diegene liever een boek wil gaan schrijven. 26. Ja. Maar ga dan gewoon wat anders doen als je dat... Mooi antwoord. Ja. Maar soms is er wel Champions League. En dan weet je dat ze het tussen dan en een uur later hebben moeten schrijven. Ja. Wat dus al wil zeggen dat ze die omschrijving al in hun hoofd hadden. En denk ja, dat ga ik vanavond droppen. Ja. Nee, zeker. Maar ze schrijven versies, artikelen. Ja. En dat is gewoon een beetje. Dat is een begin, een actueel begin. En dan staat het middenstuk staat voor een heel groot deel. Ja, ik wil niet zeggen dat het makkelijk is. Maar het is ook gewoon een beetje luiheid. Ander woordje voor Utrecht. Oh, doen we wel de domstedelingen. Ja. Ja. Weet je. Maar het kan ook goed, dat bewijst Willem Visser bijvoorbeeld, die is daar fenomenaal in. Dus ja, nou ja. Cool. Wat is je favoriete scheldwoord, Jeroen? Wil je? Gewoon heel, heel plat. Ik denk dat ik best wel vaak godverdomme zeg. Wat is je lievelingsgeluid? Lievelingsgeluid? Ja. Knisperend haardvuur, denk ik. Jezus. Was dat te cliché? Of was dat... Dat was Neil. Nee, maar het klonk... Het klonk heel sexy. Wat? Hoezo? Het was een beetje domstedeling. Zei Neil het? Ja, Neil het. Klonk heel sexy ook. Jezus. zo interpreteerde ik het. Ik dacht, iemand gaat aan van knisperend haardvuur. Ja, het is wel iets wat je in je Tinder-bio schrijft. Ja, het is wel een heel cliché antwoord, dat moet ik toegeven. Nee, maar als je dat geluid mooi vindt... Het kwam in me op. Ja, ja. Precies. Nee. Ja. En welk geluid haat je? We hebben... Oh, dat heb ik trouwens van jou gekregen. Een bord. Wat? Zo'n bord, dat bord met die opstaande randen. Ja? Heel mooi bord. Ja. Maar dat is een soort school, dat is een soort schoolbord, weet je wel? Als je daar met je mes overheen gaat. Ik heb er namelijk vandaag nog van gegeten. Oh, ja. Ja, sorry. Nee, dat geeft niet, maar... Dat maakt dus zo gelijk. Je weet wat ik bedoel, toch? Zo'n niet helemaal goed gelakt bord, wat een beetje ruw is, waar je dan met je mes overheen gaat. En vooral als zoon van mijn dochter, die is 9, die vindt het ook lekker, weet je, om dat een paar keer te doen, zodat dat bij ons binnenkomt. Nou, dat, de zoon van je vriendin? Ja. Nee, je zei de zoon van je dochter. Oh, de zoon van mijn vriendin, sorry. Ja. Mijn kleinzoon. Alan. Ja, dat mijn kleinzoon het doet. Sorry. Welk beroep, anders dan het beroep dat je doet, zou je hebben willen doen? Nou, toen ik klein was, een jaar of 5, wilde ik gewoon vuilnisman worden. Het leek me echt schitterend om achter op dat ding te staan en een beetje met... Nou, morgen overmorgen kan je lol. Ja. Oh ja, dat is waar ook, ja. Want Milan was wel echt zo'n kind dat ging kijken bij de brug en zo. Die brugwachter leek me schitterend. Ik vond alles met machines en boten en auto's, dat vond ik allemaal schitterend. Maar is dit wat ik realistisch wilde gaan doen of wat ik vroeger wilde gaan doen? Nee, maar ik allebei kan. Nou, dit eigenlijk. Sluiswachter leek me ook top. Ja. Brugwachter. Vet. Ja, heel goed.
Welk beroep zou jij nooit willen doen? Ik zou niet correspondent willen zijn. Dat je altijd maar aan moet staan. Dat je altijd maar oproepbaar bent. Dat je altijd maar... Dat je in het buitenland zit. Ja, dat je correspondent van de NOS bent in Berlijn. Ja, en dat als er, weet ik veel, als er wat gebeurt, dat je altijd maar moet. Dat hoeft voor mij niet meer. Oké, en dit is de laatste vraag aan jullie beiden eigenlijk. Als de hemel bestaat, wat zou je willen dat God zegt als je aankomt bij de hemelpoort? Nu begint echt het feestje. Ja, dit is zo ver van mij weg. Dat het bestaat. Hallo? Dat is wel genoeg. Ja. Ja. Hoi, dan gaan we elke aflevering sluiten we af met wederom een collega van ons. En hij geeft eigenlijk zijn kijk op de sport of op het vakgebied dat we hebben behandeld. Het is eigenlijk de wow-factor van Mark Wouwmans. Geef een keihard applaus, hier is Mark Wouwmans! Hallo allemaal. Oké, enthousiast. Hallo allemaal. we gaan het vandaag hebben voetbalcommentatoren. Inderdaad, ik denk we moeten in godsnaam over vertellen. Ik denk, misschien gaan we het anders doen. Nieuwe rubriek, de wow-factor. Ik heb een top 5 gemaakt van de kutste voetbalcommentatoren die er zijn. En laat het duidelijk zijn, hoe hoger, hoe kutter. Dat is wel even, ja, dat is wel duidelijk. Ik heb op nummer 5 heb ik Jack Vergelder. Ik vond Jack Vergelder eigenlijk fantastisch, altijd. Natuurlijk, hij begon bij talenten zijn in de lucht. Goud. Goud vond ik dat. Maar toen was hij natuurlijk legendarisch in, met Nederland-Argentinië, Dennis Bergkamp. Maar dan denk ik toch, onder de rest van je leven als een oranje voetbal door het leven te gaan. Ik snap het niet. Ik vind Jack Vergelder echt de Aperol Spritz van de Nederlandse voetbalcommentatoren. Dat is een beetje op nummer 5 dus. Op nummer 4 heb ik Jeroen Elsoff. Vind ik eigenlijk een prima voetbalcommentator. Alleen ik ken hem van vroeger. Ik heb met hem op voetbal gezeten. Samen met mijn tweelingbroer. En hij kon ons nooit uit elkaar houden. Vond ik vrij storend, vrij vervelend. En nu is hij dan ineens een van de betere voetbalcommentatoren die er is. Alleen, ik snap wel waarom. Ik bedoel, dat komt omdat ik en mijn broer nooit professioneel voetballer zijn geworden. Anders had hij het natuurlijk nooit gered. Dat snap je wel. Daar kom je niet mee weg als commentator. Op nummer 3 heb ik Sjiert de Vos. Ja, vind ik een lijpo. Ja, die vind ik niet helemaal lekker, man. Ik bedoel, dat is geen voetbalcommentator. Dat is een soort reisleider of zo. Ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt. In Barcelona is hij daar. Staat hij in Camp Nou. Een voetbalwedstrijd. En dan is het van, ja, voetbalspannend, weet je wel. In het zijstraatje van de Rambla zit een heel lekker tapasteentje. En dan kan je heel lekker kipspietjes. Ondertussen staat het 1-0. En dan krijg je lekker komkommersausje bij. En ondertussen staan ze 4-0 voor. Iemand krijgt rood. Weet ik van, nee, ik kan nog een lekker wijntje drinken bij de stranden. Ik zeg, Sjiert de Vos moet gewoon lekker met 3 op reis gaan werken. Dat deed lijkt mij het beste. Of bij koffietijd of zo. Ja, toch? Op nummer 2 heb ik Tim Hofman. Ja, die doet helemaal niks met voetballen, snap ik. Maar ik vind het gewoon een eikel, eigenlijk. Ja, wat jij hebt met tepelkloven, heb ik eigenlijk met Tim Hofman. Eigenlijk, dat is een beetje Tim Tepel Hofman. Dat is een beetje hoe ik hem... Dan ineens moet toch gaan noemen, denk ik. Ja, Tim Hofman, dat is natuurlijk geen voetbalcommentator, maar hij, ja, hij heeft overal commentaar op. Dus op voetbal zal hij ook wel weer wat te zeiken hebben. Maar toch, het is toch een beetje de deugvar van de Nederlandse samenleving. Altijd wel in staat om iemand moreel buitenspel te zetten. Dat laat dat aan Tim Hofman over. Maar ik bedoel, stel even voor dat hij voetbalcommentator zou zijn. Zie dat even voor je. Dan weet je al gelijk, dat wordt een kutwedstrijd. Ja toch, dan is het al spreekoren, gaat hij ook wat van zeggen. Dat weet je al, dan wordt de scheidsrechter uitgescholden. Kuipers, je moeder is een hoer. Mag niet. Dat wordt dan Kuipers. Je mens met baarmoeder is sekswerker, wordt het dan. Dat bekt heel slecht. Dus Tim Hofman op nummer 2, mensen. En dan op nummer 1, Jack Vergelder. Toch ook weer, eigenlijk, ja. Ja, die is tijdens bezet gewoon van 5 naar nummer 1 gekropen. Eigenlijk omdat hij zo kut is. Dus ik geef even een applausje voor de allereerste voetbalcommentator met de wow-factor. Jack Vergelder, mensen. Jack Vergelder. Dank je wel. En dan sluiten we het hier af. Dankjewel voor komen. Wil jij nog iets toevoegen aan het eind? Nee, ik wil je hartelijk bedanken, man. Thanks dat jullie hier wilden zijn. Graag gedaan. Ik vond het hartstikke leuk. En een inkijk hebben kunnen geven in jullie deel en inbreng in de sport. Wij gaan nog een tweede helft dadelijk doen. Maar voor de luisteraar is deze aflevering nu afgelopen. En
Ja, mag ik een keer applaus voor onze gasten? Ja. Jeroen Stekelenburg, Milo